Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan Sluiswurt. De sluizen en de bruggen zijn op verschillende plaatsen versleten. Daarom moeten allerlei onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Zo wordt een van de hefdeuren er helemaal uitgehaald om op een andere plaats te worden opgeknapt. Daardoor is de sluis voor scheepvaart helemaal dicht tussen 12 en 22 april. Ook wordt gewerkt aan de bruggen van het sluiscomplex en daar heeft het wegverkeer last van. Tussen 28 april en 8 mei is de weg over de sluis dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen er nog wel langs.